De overstap van het schilderen naar het tekenen betekende in dusverre een soort crisis. Dat ik dat nieuwe materiaal, het tekenen, het pastel, ik moest daar keuzes in maken. Dat me dat op een of andere manier toch dicteerde van naar welke kant dat het opging. Als een soort opponent. Dus niet kleine tekeningetjes, maar ik wilde echt een soort substantiële wereld scheppen waar ik bijna letterlijk in kon vertoeven. En maar die ook tegelijkertijd uitnodigend was om dichtbij te bekijken van het hoe heeft hij dat getekend. Al snel was het zo dat ik door het grote formaat tekeningen genoodzaakt was om zelf een materiaal te gaan ontwikkelen. Dus dat is ook eigenlijk een vorm van out-the-box denken, omdat je grenzen moet verleggen van wat wil ik. En dat wat ik wil vereist een bepaalde aanpassing van materiaal wat niet te koop is. Dus dat zette me aan tot het ontwikkelen van een bijvoorbeeld een eigen puntensluiper. Omdat pastel, daar zit klei in en dat kun je niet via een normale slijper, dan wordt het bot. Zo ook de middelen die ik verder gebruikte, het tekenmallen, want ik teken met twee handen. Dus rechts het materiaal en links gebruik ik alle attributen die ik zelf ontwikkeld heb. En daardoor ontstaat dat beeld uiteindelijk en die verfijning die in het beeld zit.